Dag dames en heren, goedenavond. Welkom bij Studio Sport. Zometeen doen we verslag van de 5e etappe in de Tour de France. Maar we beginnen met de dopingaffaire rond Festina. Voorlopig verdringt die alle sportieve successen naar de achtergrond. Gisteren, na de 4e etappe, werden sportief directeur Roussel en de ploegarts Dr. Rijkaard door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor. De UCI, de Internationale Wielerunie, besloot vandaag ploegleider Roussel voorlopig te schorsen. Vanochtend om even voor 10:30, de start in Cholet. Niemand kijkt naar wielrenners en het gaat toch om de Tour de France. En dat is wielrennen, hè? Niet waar? Maar de wielrenners kunnen rijden waar ze willen. Niemand geeft er iets om ze. Wacht, even de krant bekijken. De kop van L'Équipe is duidelijk. En het hoofd van Roussel is nog duidelijker. We bladeren de krant door. En wat kom je dan tegen? De affaire. En niets anders dan de affaire. Je zoekt de gele trui van O'Grady. Anders zou het groot zijn. En Blij Leven, ja, die heeft gewonnen. Maar je ziet hem nauwelijks nog terug. Men praat hier over de affaire. Dan zie je een hoop mensen bij elkaar. Het is chaotisch. Veel persmensen zijn bij elkaar gekomen. Er wordt een verklaring voorgelezen, vertaalde verklaring van de UCI. We luisteren mee. Mr. Jean-Marie Leblanc said that this decision of the UCI doesn't mean that the riders can't stay in the tour. Not at all. The UCI decision is one thing. Roussel is the team manager here. But the riders is something else, or something else. Vervolgens klimmen we op alle stoelen die beschikbaar zijn. En we proberen een blik te krijgen van... Ja, van wat eigenlijk? Van drie renners die eraan komen. Drie renners van Festina. Virange is er, Dufaux en Brochard. En Virange neemt het woord. Er zijn veel dingen die zijn fausses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on essaye de tourner un feuilleton dramatique à notre égard. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors de question qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on ne va pas repartir comme ça, surtout pas. Et pour encore d'informations, soi-disant l'équipe allait s'arrêter demain ou après-demain, pour information pour certains, l'équipe continuera jusqu'en l'an 2000. En Richard Virange eindigt met woorden die mooi klinken. Vive le Tour, vive le sport. Dat is bij het vertrek van de etappe van Cholet van vandaag. Niemand keek naar wielrenners. Iedereen had het over de affaire. Wordt vervolgd. Ja, en de Spaanse directeur van de sponsor Festina, Rodriguez, heeft voor de Franse televisie verklaard dat er geen maatregelen worden genomen voordat de Franse rechter uitspraak heeft gedaan over de dopingzaak. Goed, we gaan verder met het fietsen nu. Vandaag was de 5e etappe en die voerde het peloton verder in oostelijke richting het binnenland in. Van Cholet naar Châteauroux. De rit is 228,5 kilometer lang met onderweg drie bonificatiesprints. Geen echte beklimmingen, maar wel een heuvelachtig parcours. Het commentaar is van Steven Rooks en Mart Smeets. U ziet de koersdirecteur Jean-Marie Leblanc die de vlag zwaait. En u ziet de gele truidrager Stuart O'Grady. Die hier Stuart O'Grady heet. En u ziet de renners goed ingepakt met de regenjasjes aan. Met lange mouwen, zo soms, zoals Leon van Bon. En hier krijgt u de Festina-renners in beeld. Hier ziet u Virange en dan ziet u Brochard naast elkaar rijden. Dit is allemaal vanochtend vanuit Cholet, toen het nog rustig aanging. En toen die grote meute van volgers, journalisten die overal vandaan kwamen. Echt, er zijn kranten, radio- en televisiestations die direct extra mensen hebben gestuurd naar Frankrijk. Toen die langs de kant van de weg stonden om dit te zien. De eerste sprint. En de eerste sprint gaat om 6, 4 en 2 seconden. Zoals u in de eerste etappes dat weet te doen. Dat gebeurt. En kijk eens naar links. Daar komt Svorada. Die is voor Hinkepi en Zabel daar. En Svorada haalt 6 seconden af van zijn achterstand op de gele truidrager. Svorada, Hinkepi, die ook meesprint. En nu op de tweede plaats in het algemeen klassement staat. De derde was dus Zabel. Het bleef nat gedurende de eerste 1,5 uur. Het bleef regenen. Er gebeurde in ieder geval zo weinig dat je zei van, zullen ze vandaag nog iets gaan doen? Ja, ze gingen wel wat doen. U herkent Wilfried Peters. Wilfried Peters die hier kijkt omdat hij de streep gepasseerd is van de tweede sprint. Maar wat hij niet weet is dat er vlak voor die streep een valpartij plaatsvond. U kunt raden waarom. Het wegdek was glad. Peters wint de sprint nummer 2 voor Moncassin en Zabel. En in die valpartij, en waarschijnlijk kunnen we dat nu zien via de
camera die achter de groep reed. In die valpartij zijn nogal wat mensen van naam betrokken. Daar staat Poli. Maar als de camera een beetje gaat zoeken, en ik gis nu ook maar, want ik zat daar dik voor en ik hoorde het alleen maar via een gestoorde tourradio, zat ook deze man. De gele truidrager was gevallen, O'Grady. Hij moest van fiets veranderen. Hier heeft hij zijn eigen fiets nog steeds onder zijn billen, moet ik zeggen. Maar hij is later van fiets veranderd. Hij moest terug, maar hij was niet alleen erbij. Want ook Svorada, de sprinter. En ook Jalabert was erbij betrokken. En Jalabert herkent u waarschijnlijk omdat daar de ploeggenoten van Jalabert links te zien zijn. Een beetje paniek, maar dat hoort er wel zo'n beetje bij. En hier gaat dus ook O'Grady van zijn fiets af. En krijgt hij een andere. Het peloton reed niet hard. Er was niemand geweest die vooruit was gereden. Dus het kon allemaal, het kon leiden. En zo blijft er verhaal zitten in de Ronde van Frankrijk van dit jaar. En hier is Jalabert dus, die dus ook daarbij betrokken was. En die ook even iets laat aanpassen aan zijn fiets. En dat gebeurde dus vlak voor die sprint. En u zag ook waarschijnlijk al aan de lichaamstaal van Wilfried Peters van wat overkomt mij hier nou. Hij was er alleen maar om de sprint aan te trekken voor Svorada. Maar hij reed helemaal alleen over die streep en kreeg zo 6 seconden bonificatie. Jalabert gaat ook weer terug. O'Grady wordt even geholpen door Gérard Porte, de rondearts, die aan hem vraagt van hoe is het? Waar zit er iets? Heb je pijn? Het lijkt mij aan de knie een beetje. En daar gaat Porte nu naar kijken. Gele truidrager, ook hij van de Gant-ploeg, dus licht geblesseerd. Niet zo erg als zijn voormalige kopman, Christopher Boardman. Maar het was wel de tweede keer dat de gele trui op het asfalt terecht kwam in deze Tour de France, die bepaald niet geruisloos van start is gegaan dit jaar. Nu kijken wij naar Ted de la Course. We kijken naar drie man. En Steven, jij hebt de vlucht meegemaakt van onze landgenoot Aard Vierhouten. Dat is de man die hier in de oranje trui rijdt. Hoe is de kopgroep van drie man tot stand gekomen? Ja, maar de kopgroep is tot stand gekomen. We hebben dat eventjes al kunnen zien. Wilfried Preters, die verrast was dat hij de sprint kon gaan winnen. Daarna, na kilometer 90, dat was bij kilometer 80 dat die sprint afgewerkt werd, waren er natuurlijk wat valpartijen geweest. U had het kunnen zien, het was ontzettend glad. En Aard Vierhouten heeft daarvan geprofiteerd, is gedemareerd bij kilometer 90 en is voorop gekomen. Al heel vrij snel kreeg hij een minuut na 4 kilometer, had hij al een minuut voorsprong. De achtervolging werd daarna ingezet door Tavi, de man die natuurlijk als geen ander heel hard kan fietsen. Met in zijn wiel Maarten de Bakker, die als beschermde rol voor Aard Vierhouten meesprong. Die twee die konden dat ook niet redden, werden weer teruggepakt. En toen kregen we weer een nieuwe kopgroep van 6 man in achtervolging op Aard Vierhouten. Tavi, McEwen, Gaumont, Jamieson, Mori, Mangin. Maar ook die konden niet het gat dichtrijden op dat moment, die minuut die al ontstaan was tussen Aard Vierhouten. Daarna kregen we weer een ontstap in mee. Kilometer 113 door Thierry Gouvenou, nummer 206. Van, u ziet hem nu in beeld, de middelste Big Mat ploeg. En Fabio Razzioli, de andere man, de Asics ploeg. Die zijn daarna weggesprongen uit het peloton. Hebben Aard Vierhouten ingehaald. En tot nu toe rijden ze dan samen met z'n drieën. En de voorsprong bij kilometer 148 blijkt te zijn op dit moment 4 minuten en 10 seconden. Dat lijkt aardig, dat is het ook wel. En het is goed dat Vierhouten zich laat zien. Het is voor het eerst dat er een renner van de ploeg van Theo de Rooij zijn neus tegen het venster drukt. Vierhouten is debutant in deze Ronde van Frankrijk en hij rijdt nu achterop. Een jonge renner die mee is genomen om het vak te leren. En die verleden jaar in de Ronde van Spanje en zeker ook in de strijd op het wereldkampioenschap in San Sebastian liet zien. Dat hij ineens de sprong heeft gemaakt van, laat ik zeggen, nationaal prof naar een wat betere een trapje hoger. En hij manifesteert zich nu hier aardig. Hoewel hij hier verschrikkelijk moet bijharken om in het wiel te kunnen blijven van Gouvenou. Rossioli is de veteraan Italiaan die daarvoor rijdt. Gouvenou is ook al een veteraan, weet van de Tour de France af. En Vierhouten, ja, dat is een jonge vent die graag wil en die durft. Dit zijn de namen met de rugnummers daarbij. En zij hebben zo'n 4 minuten voorsprong op de grote groep waarin de truien vertegenwoordigd zijn. En dan mogen straks de knechten van de sprinters mogen weer hun werk gaan doen. En dan gebeurt er inderdaad waar we een beetje op gerekend hadden toen we in oktober verleden jaar al de presentatie van de Tour de France zagen.
de eerste week tot zaterdag sprinten. Zaterdag is tijdrit. Een minuutje bij dit pano, bij dit doek dat over de weg hangt. Betekent het einde van de vlucht van de drie. Ze mogen nog even spartelen. Ja, Voskamp is ook van voren komen rijden. Gaat ook meewerken. De Gant heeft denk ik het meeste werk erop zitten. Andere ploegen gaan het nu overnemen. Je ziet het, Telecom met Bols. Eventjes een moment van, wat doen we? Ja. Dus Bols, Leijsen, Voskamp. En omdat de weg zo lang en recht is, zien ze ze nu. Voordat de drie koplopers zo direct letterlijk het hoekje omgaan. Klein minuutje. Kijk, daar is Svorada in het groen. Die komt zich er ook aan melden met Ballerini. Kan je eigenlijk Ballerini, die kan je wel. Die kan je van begin februari tot eind oktober opstellen. Dat is een van de weinigen nog. Het is een van de weinige renners die vanaf het begin tot het eind van het seizoen altijd kan gebruiken. Zowel in de klassiekers probeert hij natuurlijk zelf zijn steentje bij te dragen. Heeft hij ook gedaan natuurlijk. Kijk even naar Jeroen. Ja. Parijs-Roubaix gewonnen, maar voor de rest is het een geweldige knecht om in je team te hebben. Blij levens wordt gepiloteerd door Ivanov. We gaan weer naar Vierhouten. En het is om aan te zien dat die laatste kilometers pijn doen. Dan ga je met je puffen, dan ga je met je blazen. En de gang wordt wat moeilijker, wat vierkante rijen heet dat geloof ik. Ja, deze ploeg, die Saico-ploeg, die Italiaanse ploeg, die kwam met veel tamtam naar de Ronde van Frankrijk. En overal waar Cipollini is, is er natuurlijk tromgeroffel. Maar tot op dit moment hebben ze het niet waar kunnen maken. Ja, ze hadden wel wat allemaal leuke trucjes in huis van speciale broeken en speciale truien. Maar daar gaat het toch niet echt om in de Tour. We naderen Châteauroux. Finish van de etappe over bijna 225 kilometer. En Voskamp kijkt dus waar de rest zit. En Vierhouten strijdt voor wat hij waard is. En hij hoort de punten te krijgen vandaag. Gouvenou waggelt. Alles, dan ook alles proberen uit je lijf nog te halen om vooruit te gaan komen na zo'n lange ontsnapping. Het is niks meer. En dus lijkt het erop. Je moet er altijd voorzichtig mee zijn, dan kan er altijd nog eentje tussenuit gaan. Dus lijkt het erop dat we weer een massasprint gaan krijgen. Dan zullen we eens hopen dat vandaag iedereen op de fiets blijft. Scotty-ploeg gaat nu ook mee rijden. Dat zijn die mannen met dat blauwe befje en die witte armen. Dat is een Italiaanse ploeg die laat naar de Tour is uitgenodigd. Die hoorde bij de wildcard. En met Baldato en Minali hadden ze gisteren twee man die kans hadden. Baldato offerde zich op.
maar deed het tactisch gezien niet heel slim, want Minali is een man voor de laatste 30, 40 meter. En Minali moest net te veel op kop rijden om blijlevens voor te kunnen blijven. Dat lukte hem niet. Minali is echt er een. Als je nou met vijf man naast elkaar rijdt en Minali zit erbij, dan is hij gevaarlijk. Hij heeft een prachtige laatste jump. Gouvenou, Vierhouten, Rossioli. Dat was de kopgroep van vandaag. Alles geantameerd door onze landgenoot. En met 13 kilometer, 12 kilometer nog te fietsen worden ze gepakt. En dan zit er een eind aan het avontuur van onze landgenoot Aard Vierhouten, de man uit Purmerend. In zijn eerste tour heeft hij vanaf kilometer 90 erop gereden. Ja, Rossioli denkt van jullie kunnen wel opgeven, maar ik nog niet. Dit is nou typisch Rossioli. Zinloos. Ja, maar het is typisch die. Ja, dat is typisch een renner die dat altijd zo. Nou, vooruit dan maar. Nou, waait hij naar achter. En dan kan, zal hij de rest wel aankijken met iets van in zijn ogen van slijmballen. Goed, een compleet peloton. Zonder dus de Spanjaard García Rodríguez die afgestapt is in de etappe van vandaag. Een compleet peloton op weg naar de finish. 12 kilometer nog te rijden. Attentie, heren sprinters. Maak er wat moois van en blijf overeind. Het is eigenlijk vreemd dat we zitten nu medio juli en de eerste transfers druppelen alweer binnen. En reken erop dat... Oei, oei, kijk, dat bedoel ik met zo'n beweging. Zag u dat midden in het peloton? Banesto en Telecom. Acosta. Die zaten, Acosta en Zabel, ja. En dat scheelde niets. Je kon het ook zien, weer een renner van Seiko, die rode, die zat weer in de kant. Dat zit niet echt met hem. Dat was Fanini volgens mij. Die heeft ook al een paar keer gelegen. Zoek je plaats maar uit nu. 4 kilometer nog. La Française des Jeux. Max Schiandri aan de leiding op dit moment. Hier gaat het nog even bergop. Licht. 4 Seiko's. En Schiandri laat zich helemaal wegzakken nu. Links van de weg. Dat witte stipje. En nou zijn het 4 man van de ploeg van Cipollini. Erg ver. 4 kilometer met 4 man. 4 renners die toch volle jas naar de finish moeten rijden. Dat is erg veel. Want Cipollini heeft de laatste 1,5 kilometer toch nog minimaal 2 renners nodig. En dit kost kracht hoor. En nu zijn het er nog maar 3. Ballerini zit ook nog steeds aan de linkerkant goed van voren. Die natuurlijk ontzettend goed knechtenwerk kan verrichten voor een Steels Sforada. En nu zijn het er nog maar 2. En Cipollini zit in 8e positie zo ongeveer. Die wacht nog even. Die gaat niet meteen in het wiel. Hij zit in het wiel van Sforada. De groene trui. Dat heeft hij al gezien. Allemaal goed in deze bocht. Gaat allemaal goed, gelukkig. Ondanks de natheid. Ja, maar het gaat goed. Nog 2 man van de Seiko-ploeg. En dan zit Ballerini er. Twee kilometer nog. Nu is er nog 1 man over.
komen ook nog wat Rabos aan de rechterkant van de peloton langs. En nu is er geen Seiko meer. Ballerini die nu de leiding overneemt. Die kan nog wel een paar honderd meter. De laatste bocht, rechte lijn nu. 1600 meter nog naar de streep. En het gaat hard hoor nu. Ballerini blijft aan de leiding. Ballerini met Cipollini nu in derde positie. Wie is dat? Dat is een Polti-renner die probeert weg een klein gaatje krijgt omdat de rest niet over wil nemen. En wie gaat hem nu halen? Ja, het zal toch eentje van de Seiko moeten zijn. Die is natuurlijk al veel te vroeg op kop met nog een kilometer te gaan. Wie gaat hem halen? Het zou Brasi kunnen zijn, dat is zo'n renner. Ze pakken hem. Was dat Brasi? Nee, het was de kampioen van Spanje. Nee, het is Rochard. De wereldkampioen. Die ging hem halen. Ja, die ging hem halen, ja. Met Gaumont in de duel. Gaumont is dat mannetje met dat lichte hoofd toefje, zeg maar. Chanteur is nu de man die aan de leiding is. Midden in uw beeld, Chanteur. Cipollini zit in het midden. Suorara zit niet goed. Die moet nu door de wind heen. Die moet duwen met Kirsipu. Ik zag dat. Er wordt aan alle kanten nu geduwd. Ja, waar kom je nu goed weg? Zit nu Zabel. Van valpartij. Ja, ja. Zabel. Zat hem op de wacht. Kon niet anders. TVM-renner. Lijkt het knapen. Dat kan blij levens. Denk zo, ja, zo. Daar komt Cipollini. Cipollini. Met Gaumont. Cipollini, Cipollini, Cipollini. Cipollini wint. Zabel wordt 3. Cipollini heeft zijn overwinning. Waar komt die valpartij? Kirsipu valt, Martinello valt. Weer iemand van Polti, zag ik er nog bij liggen. Michael Bogert moet er ook ver omheen. Ja. Maar wij beperken ons nu naar de etappe-overwinning en die gaat naar Cipollini. Gaumont probeert wel in zijn wiel te komen. Zabel haalt het ook niet. En hij haalt het eigenlijk heel erg makkelijk. En daar ligt een Polti-renner. Ja. Wie is dat, Leblanc? Nou, nee, dat kan ik me niet. Ja. In die positie kan daar Gaumont zou hij nooit rijden. Daar rijdt wel iemand zomaar tussendoor. Blijlevenslap was er ook bij. Die is gevallen, die komt nu binnen op 1 minuut. Calcaterra was er ook weer bij. Die is ook weer gevallen. En hier kunt u nog eens een keer goed zien. Zabel links. En hij haalt het eigenlijk vreselijk makkelijk. Heel makkelijk, ja. Ja. En dan gaat hij eens rustig kijken. Ja, nou heeft hij hem binnen. Nu hebben de sprinters hebben nu hun werk gedaan. Hij heeft zijn etappe. Kijk, Suorada komt hier dus tekort. Dat groen, dat ziet u. Zabel komt hier heel snel. Ontwijkt daar nog net die Spanjaard. Van de Vitalico ploeg. En hier is Cipollini gelanceerd, zoals het heet. Moeiteloos. 2 fietslengtes. Zabel 2. En dan is er een renner van... Hij staat alweer. Martinello. Martinello. Ja, dat Silvio is Martinello. De sprinter, hè? Ja. Ik denk dat Martin nummer 2... denk ik is geworden van La Française de Dieu. Ja. Christophe Mangin. Doet pijn. Er wordt daar wat gegooid en gesmeten. Oei, oei, oei. Henkepie blijft nog maar net overeind. Zie je dat? Die kreeg een kwak van Suorada, de groene trui. Kirsipu is de eerste renner die valt. En daar gaat Martinello overheen. En dan zie je Bogert daar wijd omheen draaien. En zo vallen we iedere dag en sprinten we iedere dag en is de Tour bepaald niet saai. Nou, hier heeft Italië op gewacht en hier heeft hij op gewacht. Waarschijnlijk die dame zo. Mooie Mario heeft zijn etappe in de Tour.
en hij kust lucht. Ik ben benieuwd of die, tot hoever die zal meerijden in deze Tour. Toen moest hij dat heel lang volhouden, want hij had nog geen ritoverwinning te pakken. Dus hij heeft er nu op één op zak, dus het moraal zal wel weer gestegen zijn. En zijn sponsor zal wel weer iets bedenken. Een mooi cadeautje voor hem hebben. Want dat moet gezegd, Mario is een super vedette in Italië. Die optreedt in vele televisieprogramma's. Zeer bekend. En hij leeft in pure weelde. De auto's die rij hij steeft, dat zijn serieuze auto's. Hè? Testarossa's en zo, dat soort werk. Minimaal tussen de 200 en 300.000 gulden hebben. Tuurlijk. Minder doet hij het niet. Tuurlijk. Maar het hoort bij zijn status. Australië voor de tweede dag. Stuart O'Grady. De valpartij heeft hem toch nog een blessure aan het rechterbeen opgeleverd, zo te zien. Ja, dat zal hij nooit gedacht hebben bij het begin van de Ronde van Frankrijk, dat hij ooit nog eens een keer in het geel zou uitkomen. Nee, we gaan kijken naar alle resultaten na deze vijfde etappe. We beginnen met de 10 snelste renners en zien dat Mario Cipollini dus ook de snelste op de fiets was. Hij versloeg in de massasprint Sabel, Mangin, Ferrigato, Gaumont, McEwen, Hinkepie, Guidi, Moncassin en Bongioni. En de 10 Nederlanders eindigden allemaal in het peloton. Als eerste kwam Bart Voskamp binnen, daarna volgden Bogert, Van Bon, Knaven, Den Bakker, Jonker, Moerenhout, Vierhouten, niet helemaal als laatste, Blijlevens kwam ten val en De Jong. En in het algemeen klassement blijft dus de gele trui om de schouders van Stuart O'Grady. U ziet het hier. Hij heeft 7 seconden voorsprong op Hinkepie en 11 op Bo Hamburger. Daarna volgen Hebner, Jean Hervé, Garcia Costa, Chanteur, Erik Zabel en Cabello. En allemaal staan ze binnen de minuut van elkaar. Dan gaan we naar de kaart met de Nederlanders. Jeroen Blijlevens is de beste Nederlander in het algemeen klassement. Op de 14e plek met 1 minuut 14 achterstand op de leider. En Knaven volgt op bijna 1,5 minuut op de 32e plaats. En dan ziet u Jonker, Van Bon, Moerenhout, Bogert, Voskamp, Den Bakker, Vierhouten. En De Jong als laatste Nederlander op de 128e plaats. Aard Vierhouten was vandaag de meest strijdlustige renner. Hij was weg met nog 2 anderen, Gouvernou en Roscioli. Heeft hij ooit gedacht dat hij een reële kans had vandaag? Ja, je gelooft er altijd wel in, want we reden goed door. De samenwerking was heel erg goed. Dus ja, je hebt altijd het idee dat het gaat altijd een keer lukken natuurlijk. Dus, Heb je geweten onderweg dat je zelfs virtueel, zoals dat heet, in het geel reed? Want jij pakte 4 seconden bonificatie en was daarmee de Fransman Gouvernou gepasseerd. Daar heb ik geen idee van. Heeft nooit een trui door jouw hoofd gespookt? Nee, ik was alleen maar bezig met, mocht het gebeuren, dat we wel wegblijven. Dan moet ik natuurlijk winnen. Ja, morgen gaat de Tourcaravan verder met de 6e etappe. En het peloton gaat dan weer zuidelijker. Vanuit La Chartre gaat het naar Brive-la-Gaillarde over 204,5 kilometer. En onderweg zijn er weer 3 tussensprints en 4 kolletjes. 1 van de 3e categorie en 3 van de 4e categorie. En we beginnen de uitzending daar waar we ook weer mee begonnen waren, met de Festina-affaire. Want het parket, moet ik zeggen, in Lille heeft bekendgemaakt dat ploegleider Bruno Roussel en dokter Rijkaard nog in voorlopige hechtenis blijven. Hoe lang is op dit moment niet bekend. Morgen vanaf 3:50 doen we u, als alles mee zit, de renners doorfietsen, weer verslag van de 6e etappe. En vanavond om 10:15 zijn we bij u terug met het Sportjournaal op Nederland 3. Ik wens u voor nu een goede avond.